mensen in een doen en een laten. Je herkent ze, ook al ken je ze niet. Zoveel mensen waar je nooit mee zult praten, die je ziet in de straten voor een kort ogenblik. Met hun dromen en hun simpele wensen, die herkenbare mensen zoals jij, zoals ik. Het leven van Ab van Hal wordt al 27 jaar bepaald door de vliegerij. Gezagvoerder is die, van een jumbojet. Als die met zijn 747 naar Tokio of New York vliegt, draait ook zijn ego op volle toeren. Toch is hij, hoe hoog dan ook gezeten, kwetsbaar. Zijn enige liefde is immers zijn vak. Tenminste, dat denkt hij. Hi, Captain. U bent ook vroeg? Ja. Ik weet het. 3 uur te vroeg. Ik weet het, zei je toch? Ik wilde mijn spullen graag daar laten staan. Oh, dat is prima. Gaat u weer weg? Huh? Gaat u weer weg? Nee, ik blijf hier. Thank you.
Captain, iets niet in orde? Jawel. Alles is prima in orde, dank u wel. Je bent vol? Ja, ik was toevallig in de buurt. Ik had geen zin om naar huis te gaan. Nee, ik bedoel, je bent erg vol. Ja, maar het heeft toch geen speciale reden? Dank. Natuurlijk heb ik tijd. Dan zet ik even mijn bagage weg, oké? Ja. Is er iets? Nee. Ik wou je gewoon graag even zien, anders duurt het weer een week. Zullen we wat gaan eten? Ik heb absoluut geen honger, jij? Een kleinigheid. Er is toch iets gebeurd, hè? Nou, gebeurd. Heb jij soms zin in kaviaar? Kaviaar? Ja, ik heb gewoon zin om je een beetje te verwennen. Mezelf trouwens ook. Hoezo? Ik ben bij de dokter geweest. Oh. Nou, als er iemand kerngezond is, dan ben jij het wel. Het is zelfs soms bijna irritant zo gezond als jij bent. Ik ben bij een specialist geweest. Oh. Waarom? Voor mijn gehoor. Mijn gehoor... Wat? Nee, weet het gewoon al. Caviar? Oké, ik doe mee. 2 maal caviar. Alsjeblieft. Zo, dat is nogal wat. Ja, daar heb ik nou zin in. Maar wat is er dan met je gehoor? Nou, ik had al een tijd het idee dat ik niet meer goed hoor. Niet meer goed hoor? Ja. Nou, maar je toch zelf opgevallen dat ik je vaak vraag, wat zeg je? Ja, maar dan zei ik het misschien niet duidelijk genoeg. Dan zei jij het wel heel duidelijk. Maar ik verstond je niet. Dus toen ben je naar een dokter gegaan? Ja, ik was ongerust. Wat denk je? Ik was waanzinnig ongerust. Wat zei hij dan? Ja, hij heeft mij heel nauwkeurig onderzocht. Dat was heel geraffineerd. En toen... gaf je mij dit. Wat is dat? Dat is een audiogram. Daar kun je precies zien welke frequenties je nog hoort, hoe goed je ze hoort. En welke je helemaal niet meer hoort. En? Nou, je ziet hier, die curve die gaat daar plotseling naar beneden. Dat zit hem in de hoge tonen. Die krijg ik niet meer door.
Dat is je gehoorzenuw, die verdompt het gewoon bij mij. Dat heeft niks te maken met geluidssterkte. Ik hoor alles nog even sterk als vroeger. Alleen de medeklinkers, die kan ik niet meer thuis brengen. Maar is er niets aan te doen? Ik bedoel, opereren, corrigeren. Wat zegt die dokter daarvan? Ik versta je niet. Als er bijgeluiden zijn, versta ik helemaal niks meer. Ik moet het eerst proberen. Ik vroeg wat die dokter daarvan vindt. Dokter? Hij zei dat ik me absoluut geen illusies hoefde te maken. Merci. Alsjeblieft. En wilde u misschien iets drinken? Wat? Wilde u misschien iets drinken? Wou jij iets drinken? Nee, dank je. Nee, dank je wel. Eet smakelijk. En wat betekent dat nou precies? Dat betekent afgelopen met vliegen. Dat betekent. En ik ben er wel goed kapot van. Maar er moet toch wat aan te doen zijn? Ben je als naar een andere specialist geweest? Ik ben met twee andere specialisten geweest. Hm? Die zeggen allemaal precies hetzelfde. Heb je er al wat aan gedaan? Natuurlijk. Ik heb vanmorgen de maatschappij opgebeld. Ik heb ze de feiten gegeven. En een ontslag als vlieger aangeboden. En hebben ze dat geaccepteerd? Ja, wat denk je? Ze kunnen toch niet anders? Je kan een doof moeilijk een 747 laten vliegen. Jij bent niet doof. Nee, nog niet, maar binnenkort misschien wel. Binnenkort misschien wel? Hanni, ik vlieg nooit meer. Ik ben een stuk van me. Ik ben er helemaal kapot van. Ja, ik vertel je dat. Ik moet je dat vertellen, jou in de eerste plaats. Omdat... Dat begrijp je wel. Nee, wat bedoel je? Ik bedoel dat de plannen, onze plannen, die wij samen hadden, nu niet door zouden kunnen gaan. Dat bedoel ik. Dit beroep kan ik niet meer uitoefenen. Ik ken geen ander vak. Ik wil ook helemaal geen ander vak. En ja, het is gewoon afgelopen met mij. En ik zie het ook helemaal niet meer zitten. Niks meer. Met mij ook niet? Nee, met jou ook niet. Maar ik moet maar begrijpen dat ik nu op een verschrikkelijke manier met mezelf te doen heb. En dan wil je ook niet nog een keer met mij te doen hebben. Ja, precies. Zo is het precies. En, nou ja, ik hoop dat je dat begrijpt in deze situatie. Dat zou ik niet meer dan fair vinden. Fair? Hoe lang weet je dat eigenlijk al van je gehoor? 2 weken. Ik weet ook iets. Iets wat ik je nog niet verteld heb. Sinds een week. Ik krijg een kind. Wat? Je krijgt een kind? Ik wou het juist vandaag vertellen. Een kind? Het is zeker. Ik heb die test gedaan. Positief. Positief? Oh, ja. Ik vertel je dit omdat je dat natuurlijk weten moet, maar... Ik begrijp dat de situatie nu heel anders is en daarom wil ik ook fair zijn, hè? Maak je dus absoluut geen zorgen nu je al zoveel met jezelf te doen hebt. Wat nou? Wacht nou even. Geef me nou toch even tijd om dit te verwerken. Zoiets hoor je niet iedere dag. Een kind? Ik bedoel, je hebt absoluut geen verplichtingen. Wat klets je nou? Natuurlijk heb ik verplichtingen. En je zegt zelf dat je niet meer ziet zitten. Ja, dat heb ik allemaal gezegd, zeker. Maar het is ook zo. Tja, lieverd, maar... Dit is toch anders? Het is nou toch even heel anders? Een kind, het is toch een volkomen nieuwe situatie? Maar...
vliegen. Goed, ik kan niet meer vliegen. Vreselijk. Ik krijg een vreselijke tijd. Ja. Maar, jongen, hoe moet ik dat nou... Ik moet door iets heen. Door iets heen. Ik moet omschakelen. Ja. Ze zullen toch ook iemand met mijn ervaring in dit vak niet zomaar laten vallen? Dan krijg ik misschien iets anders. Lijkt me ook, ja. Ja. Ze zullen toch wel een baan voor me hebben die mij in staat stelt om een vrouw en een kind behoorlijk te verzorgen. Natuurlijk, dat zou toch te gek zijn. Is de caviar niet naar wens? Wat? U heeft de caviar nog niet aangeraakt? Nee, maar dat is prima. Ja? Oké. Ja, er is toch iets. Er ontbreekt iets. De champagne ontbreekt. Oh, had u die besteld? Nee, daarom bestel ik hem nou. Ah, uitstekend. Oké. Wat hebben die mensen een luisleventje? Nou, en toen heb ik doodleuk gezegd dat ik een kind kreeg. Is het dan niet zo? Wel, nee. Ja, maar dan komt hij toch vandaag of morgen achter. Ja, zeg hoor, is onze lieve heer moet ook een handje meehelpen hoor. Er wordt dag en nacht aan gewerkt.